Ik sta hier met Jaap-Peter in het Talter. Jaap-Peter, jullie speelden zojuist de wedstrijd tegen Ormi. Hoe zijn jullie de wedstrijd ingegaan vandaag? Super gemotiveerd. We hebben een paar wedstrijden achter elkaar verloren. We hebben een nieuwe trainer gekregen, dus van de week hebben we hard getraind. En we dachten, deze dag wordt voor ons, maar het liep anders. Helaas. Zijn jullie dan misschien te makkelijk de wedstrijd ingegaan? Want Ormi staat onderaan in de lijst. Nou, dat denk ik niet. Ik denk dat we absoluut niet te makkelijk de wedstrijd zijn ingegaan. Alleen ja, op een gegeven moment, we komen er gewoon niet langs. Aanvallend komen we er niet langs. En Ormi speelde goed, alleen wij hebben gewoon echt heel veel fouten gemaakt. En dat is zonde. Ormi had een redelijk goed blok ook. Vooral de eerste set konden jullie daar niet langskomen. Hoe ga je dan de tweede set in? Nou, de tweede set, je gaat eigenlijk hetzelfde als de eerste set erin. En dan begint alles iets beter te lopen. We hadden iets meer de paas op orde. We hadden iets meer service druk. En ja, je ziet als bij ons de paas loopt en de setups komen wel goed naar buiten, dan lukt het wel. Maar ja, dat was alleen de tweede set. Ja, want de derde set kwamen jullie gelijk alweer op achterstand. Kun je dan de motivatie uit de tweede set nog weer terughalen? Nou, de derde set was gewoon een kansloze set. En hadden we vandaag weinig wisselspelers. Een paar spelers die er niet waren. Wim Boerendans die halverwege wegging. En dan moet je ook met z'n allen. Alleen dan is de druk ook wel bij sommigen erg hoog. En dan de derde set wilde gewoon niet. En Ormi stond goed te spelen. Die kregen vleugeltjes. Konden goed het midden bedienen. En wij hadden daar geen antwoord op. Ormi was een redelijk dominante ploeg. Ook qua schreeuwen en... ze waren aanwezig in de zaal. Doet dat nog wat met jullie? Nee, natuurlijk niet. Nee, we vonden het nogal meevallen. We hebben ergere wedstrijden meegemaakt. Maar dat is een leuk team. Dat mag. Helemaal goed. De vierde set kom je eigenlijk op een voorsprong. Tot 2020 hou je die voorsprong vast. Wat gebeurt er dan? Een stukje passing valt weg. En we dachten, dit wordt gewoon een vijfsetter. We stonden inderdaad steeds net een beetje voor. Pasend viel het weg en aanvallend konden we er gewoon niet meer langs. We maakten veel domme fouten, veel te zacht slaan, halve kracht. Het leek wel alsof de putten en de futten bij iedereen eruit was. Dus we konden er niet meer langs. Ja, jullie hebben eigenlijk alles gegeven in deze wedstrijd. Ormi was overduidelijk sterker dan jullie. Hoe gaan jullie volgende week de wedstrijd tegen Alterno tegemoet? Nou ja, we hebben natuurlijk de nieuwe trainer Bart van Vliet. Die is er in de coaching, is er niet bij. Ik zag hem wel op de tribune zitten. Ik ben erg benieuwd wat hij ervan vindt en waar hij zijn leerpuntjes aan achter kan halen, laat maar zeggen. Ja, we zullen het per week nu moeten zien. We moeten nu echt wedstrijden winnen. Dus de druk wordt alleen maar hoger en we zijn alleen maar meer gebrand om te winnen. Ben je volgende week qua spelers wel compleet? Behalve Martijn Boerendans die nog geblesseerd is? Ja, volgende week hopen we compleet te zijn en Martijn Boerendans die traint ook alweer mee. Dus dat scheelt. Dus we hopen volgende week gewoon weer met alle spelers en alle wisselspelers weer een mooie pot te kunnen neerzetten. Nou, bedankt voor je interview en succes volgende week in Apeldoorn. Dankjewel.